De vijfde oefenwedstrijd van PSV is de eerste serieuze krachtmeting. Het is ook de eerste tegenstander die PSV later op in dit jaar ook tegen gaat komen in de competitie. Het gepromoveerde RKC Waalwijk speelt weer in de Eredivisie. En dus is dit een aardige krachtmeting voor PSV. Kijken hoe ver de ploeg staat in deze inmiddels 3 weken oud zijnde voorbereiding. Opstelling van PSV met Cassio in het doel. Achter Marcellus, Ooyer, Matza en Salcido. Zou en Mendes op het middenveld. Bakal daar tussenin. Koevermans in de spits. En Nijland en Heidar, Nordin Amrabat, bezetten de vleugels. En RKC zet er gelijk flink offensief in. Speelde fel. Vrije trap voor PSV. Mendes. En daar de eerste mogelijkheid, maar hij raakt hem verkeerd. Massa Rodriguez. Een van de twee centrale verdedigers ver mee naar voren gekomen. Salcido met de ingooi. Suhaibin. Nijland. Amrabat. Zoals we de afgelopen weken al vaker gezien hebben. Vaak de achterlijn zoekend. Dan een voorzet. En in dit geval haalt hij er een hoekschop uit. Mendes met de hoekschop. En bijna. Nee, niet bijna een doelpunt. Wel een aardige poging van Dirk Marcellus. Via de rug van een RKC-verdediger. De PSV had in de beginfase aardig wat balbezit. Maar het speelde niet fel genoeg. Het speelde niet geconcentreerd genoeg. En RKC kon er af en toe gevaarlijk uitkomen, zoals ook hier. De Keulaar. Belg. Aardige voorzet en een hele aardige kopbal ook van Benschop. En RKC bezorgt de verdediging van PSV volop problemen. Natuurlijk, PSV niet in de allersterkste opstelling, maar dan toch. Hoekschop voor de thuisploeg. Goeie voorzitter, daar wordt de bal gemist. Maar er zit alsnog Benschop en hij zorgt na bijna 23 minuten voetballen voor de eerste treffer. Het is ook de eerste tegentreffer voor PSV in deze oefencampagne. Cassio Ramos gepasseerd. En dat is na 25 doelpunten voor, dus de eerste tegen. En RKC blijft felle voetballen. PSV te afwachtend. Laat het allemaal te gemakkelijk gebeuren. Weer Benschop. En hier redt Cassio. Maar over het spel in de eerste helft kan Fred Rutte nauwelijks tevreden zijn. Vier minuten nog voor de pauze. En RKC kan heerlijk voetballen. U ziet het niemand van PSV die iets onderneemt. Aardige voorzet. En daar is tussen iedereen heen. Ruud Berger vlak voor rust met 2-0. Cassio Ramos baalt. Daar Marcellus vraagt waarom niemand op die opkomende Berger lette. En veel nieuwe spelers in de tweede helft. Onder meer deze Affelay. We zagen daar een overtreding op Ibrahim Affelay. En dat moment zien we zo nog wel even terug, denk ik. En daar een overtreding op Dutzak, maar dit is veel serieuzer. Affelay die eindelijk weer eens wedstrijdminuten maakt sinds zijn uitvalbeurt op 25 april bij Heracles. Is terecht boos. Want hij ziet misschien wel weer een groot aantal weken in duigen vallen. Weer een smerige overtreding op de toch al zwakke enkel van Affelay. Vrije trap naar die overtreding op Dutzak. En problemen voor Zwarthoed, de doelman van RKC. Nu zag Jonathan Reis, hij kwam in het veld, dit is René Eikelkamp. Hij bekijkt het vanaf de bovenkant, vanaf de tribune. En bij PSV in de tweede helft veel verse spelers. Onder meer deze Dutzak. Maar ook Roorda, Engelaar, Simons, Reis noemde ik al, Pieters, Affelay dus, Romario Sabayo en Stijn Wuitens. En niet alleen PSV wisselde, ook bij RKC veel spelers, met name veel jeugdspelers erin.
En dat gaf in ieder geval in de tweede helft een dusdanig ander beeld dat PSV wat meer overheerste. Ook wat agressiever speelde. En hier via Reis de aansluitingstreffer maakt. Jonathan Reis scoort 2-1. En dat doet hij op een uitstekende manier. Goed kijken naar de voorzet van Dudzak. En daar in één keer binnen schieten. Dat was na 64 minuten voetballen. De PSV wilde meer. Het had absoluut geen zin om in Waalwijk te verliezen. RKC nog even. Buitens verdedigd uit. Engelaar. Afflaai. Engelaar. Mooie combinaties. Daar is Jonathan Reis voor. Zijn tweede van de tweede helft. En zo staat het na 72 minuten op 2-2. En bewijst Jonathan Reis, op wie veel kritiek is, dat hij wel degelijk voetbalkwaliteiten heeft. En daar gaat die kritiek dan ook niet over. Want die doet hij uitstekend hoor, die Braziliaan. Aannemen met rechts, schieten met links. De PSV staat op gelijke hoogte 2-2. Affelay, Engelaar. Die twee die vinden elkaar heel goed. Engelaar, bijna met 3-2. Als je het erom doet, dan lukt het niet. Dit schot tegen de paal. De PSV wilde toch nog wel proberen in de richting van een derde goal. Dudzak. Reis, goed schot. Goede redding ook van Zwarthoed. En in de tweede helft maakt PSV een absoluut veel betere indruk dan voor de rust. Hoekschop nog voor RKC. Kopbal, prima redding van Bas Roorda. Hij keept in de tweede helft. En het wordt nog een interessante strijd. Cassio Ramos, Bas Roorda, Jeroen Zoet en Isaacson natuurlijk in principe eerste doelman. Maar vier keepers voor één plek. Interessant om dat allemaal mee te maken. Interessant is ook hoe dit een vervolg krijgt op 6 december. Want dan spelen RKC en PSV voor de competitie tegen elkaar. Ook hier in Waalwijk. Met deze actie van Dudzak maakt scheidsrechter Nijhuis een einde aan de wedstrijd. Jonathan Reis scoorde 2 keer. Ik ben benieuwd of die 2 goals, maar ook zijn goede spel, zijn positie nog enigszins zullen veranderen. PSV speelt gelijk 2-2 in Waalwijk.